Vorig jaar kwamen opnieuw meer dan 1 miljoen asielzoekers naar Europa. Dit is helemaal niet nieuw. Al jaren worden we overspoeld door asielzoekers. Miljoenen proberen met de hulp van mensensmokkelaars Europa binnen te dringen. Omdat ze weten, eenmaal een voet op Europese bodem gezet, krijgen ze toegang tot een rijkelijke sociale zekerheid zonder er ooit aan bijgedragen te hebben. Illegaliteit is het gevolg. Dit is onveiligheid voor onze mensen. Veiligheid is het eerste burgerrecht. Het is de plicht van ons als politicus om dat te garanderen. En wat doet de Europese Unie? Helemaal niets. Of toch? Ze willen het probleem enkel maar groter maken. Met het EU-migratiepact willen ze jaarlijks miljoenen Afrikanen naar Europa halen, waar we nooit om gevraagd hebben. Voor asielzoekers zullen we 20.000 euro per asielzoeker moeten betalen. Asiel en migratie is een politieke keuze. Dat is helemaal geen natuurfenomeen dat ons overkomt. Het EU-migratiepact is het Marrakesh-pact 2.0. En net zoals bij het Marrakesh-pact, waar toen Charles Michel, zal nu Alexander De Croo dit gebruiken om zijn internationale landingsbaan te versieren. We mogen hem niet laten ontsnappen. Migratie is een politieke keuze. En